Ik vond het wel goed hoor. Ja, als je een keer heel even struikelt, maakt niet zo erg. Is niet zo erg. En we gaan ook in knippen, hè? Ja. Maar ik probeer gewoon steeds iets. En zorg wel dat als je. Want als je over die gruwelijkheden vertelt, dat is wel fijn als, om daarna misschien wel te vertellen wat het mooie ook eraan is. Ja. Want anders denk ik wel een verhaal. Ja. Hallo, mijn naam is Thijs Schreuder. En ik heb jullie hulp nodig. Al vanaf een hele jonge leeftijd bouw ik werelden. Vroeger wilde ik een ridder zijn, en omdat we nou eenmaal niet in de juiste tijd leven, bouwde ik mijn eigen kastelen. Maar het is nu tijd om mijn wereld in een lange speelfilm tot leven te laten komen. En ik heb nu een jong en talentvol team om me heen verzameld. Ik heb een grote producent achter me staan, Foodworks, en een briljante schrijfster, Kaan van Hofspelen-Kaan. En samen met hun wil ik het verhaal van de Moerheks vertellen. Een verhaal wat voor mij gaat over het overwinnen van je angsten. En hoe, als je je angsten overwonnen hebt, je dan anderen kunt helpen hun angsten te overwinnen. Mijn grote angst is dat ik deze film niet kan maken. En dat ligt niet aan het verhaal, maar dat ligt eraan dat ik op een andere manier wil werken dan gebruikelijk is in Nederland. Waar je normaal met je scenarist een verhaal bedenkt op tekst, ga je bij worldbuilding, ga je met vormgevers, production designers, camera, geluid, componist, ga je met de heads of department, ga je filmwereld ontwerpen waar uiteindelijk het verhaal zich in gaat afspelen. Ik wil al een heel vroeg stadium onderzoeken hoe er vanuit mist een moerheks kan verschijnen. Hoe er in vuur gezichten kunnen ontstaan en hoe er schaduw over muren kunnen kruipen waar je ze niet verwacht. Met jullie hulp komt de moerheks tot leven.